Super tof dat je allemaal kijkt naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Dave. Ik heb een korte mededeling. Morgen komt deze video wel nog online. En de dag daarna komt een fris en fruitige nieuwe video. Alleen morgen komt alleen deze online, omdat ik voel me niet lekker. Dus ik kan morgen niet vloggen. Want ik heb me ook ziek gemeld op werk. En ik vind mezelf zo, als je ziek meldt op werk, kun je ook niet gaan filmen, vind ik zelf. En ik kan sowieso dan ook niet naar buiten toe, omdat ik me ziek heb gemeld op mijn werk dus. Wat is voor overmorgen de planning? Voor overmorgen is de planning gewoon om te filmen gewoon. En dan ga ik misschien, ik weet niet zeker wat de planning is van mijn ouders om naar mijn opa te gaan. Maar dan ga ik sowieso niet thuis filmen met mijn opa. Omdat, ja, waarom zou ik dat doen? Ik heb ook respect voor mijn familie zelf en ook voor mijn ouders. Trouwens, mijn vriendin ligt hiernaast, alleen ze wil niet op film komen. Want ze heeft haar veel anders zitten en alles. Maar dat maakt niet zoveel uit, weet je. Ik heb jullie toen ook die foto laten zien op de muur. Die wel de hand zussen. Ja, de hand, ja, maar niet. Ik praat zelf dialect eigenlijk, dat is gewoon Limburgs. Maastricht. Ja, eigenlijk gewoon Maastricht. Maar tegen de camera zelf praat ik Nederlands. Ja, dat is mijn eigen gewoonte gewoon. Gewoonte gewoon, dat klopt iets niet. Ja, oké, dat is mijn eigen gewoonte. Ja. En daardoor heb ik best veel moeite met Nederlands praten, omdat ik praat altijd dialect, dus eigenlijk gewoon Maastricht. Maar dan moet je met Nederlands gaan praten, niet, dat lukt niet. Dat is het raarste. Ik had trouwens de mensen gevraagd die op film wouden, dat mocht. Trouwens, wat is dat licht hier zo? Wacht even. Hup, oké, ik heb dus eventjes mijn licht wat beter gesteld. Nu is het trouwens nog iets feller, maar niet zoveel uit. Maar ik had dus ook aan die mensen gevraagd wie in de film wou, dat mocht gewoon. Sorry trouwens voor mijn bril, die weer kaas een klein beetje. Maar dat heb ik dus zelf ook gewoon aan de mensen gevraagd. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon op mijn kanaal geabonneerd. Moet je ook gewoon vooral doen. En op een belletje klikken, want dan kun je meer filmpjes zien gewoon eigenlijk van mijn kanaal. Het kan best zijn dat ooit een keer mijn vriendin gewoon naast mij zit op film. Dat kan best. Weet we allemaal niet. Het staat nu op de planning. En dat is best wel leuk. Oké, dames en heren. Ik heb toch een leuk feitje, want mijn vriendin wil toch op film komen zitten. Want er zit toch een film. Ja. Alleen je ziet dat iets weiniger dan mij, want ik heb dat fel leek op een bakkes. Ja, dat is heel fijn. Maar ja, weet je, ik moest gewoon een beetje meer licht, want ik heb alleen al dat licht weer boven. Ja, die lamp heb ik eens een keer gewoon gekocht bij de Action, dus voor jullie hebben het staat, het kost 1,75 euro. 1,75 bij de Action. Dus dat is 1,75 euro voor de mensen die het niet begrijpen. Maar ik had het dus net over wie een film wat moet gewoon zeggen. Die kan me DM'en, je kan me DM'en via Instagram. Kan ook, of je kan, als je me op Snapchat snappen, kan ook. Dat kan allemaal. Snapchat logo staat trouwens op de kast, maar dat doe ik niet in de film, want dan sponsor ik Snapchat en dat wil ik niet, want ik wil er wel betaald voor krijgen. Ja, ik ben best wel erg. Sorry, dat was vet droog. Ja, dat was dus mijn vriendin. Nee. Mag ik de naam zeggen? Ja. Oké, okay. Achternaam of nee? Ja. Oké. Okay. Ik zei niet wel van mijn vriendin, maar dat is dus Jennifer voor de mensen die niet weten wie het is. Ik denk dat de meeste mensen wat kijken wel weten wie Jennifer is, want ze zit bij op school. Ik zit eigenlijk op een vervelende school eigenlijk. Ja, iedereen zit op VMBO, Sint Maartens, maar niet het Bonnefant College, Leonborg, je hebt allemaal scholen, weet je, universiteit, ja, daar zit dus allemaal niet op school. Nee, ik zit daar niet gaan. Ja. Dus jij zit nou Leonborg zelf. Ja, klopt. Maar ik weet niet zeker of ik dat ga doen met Leonborg. Als YouTube gewoon goed gaat, ga ik niet. En ik zag haar gezicht zo. Wat? Ik denk niet. Oh, echt. Nee, maar dames en heren, dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. De overmorgen. Nee, morgen. Ja, morgen komt online, dus morgen bij een nieuwe video. Is een beetje ingewikkeld. Dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Abonneer op mijn kanaal. Doe een like. En zeg even in de comments wat ik fout of wat ik goed doe. Als het geluid niet goed is, zeg dat dan meteen tegen mij, want de karakter is aan het doen. Zul je niks tegen mij zeggen van, ja Dave, het gaat allemaal prima en alles. Dat zou niet prima gaan, maar jullie vinden dat van niet dus, en ik vind dat van wel. Zeg dat dan, want de karakter is aan het doen. Nu je dat niet, de karakter niks aan het doen. Toch? Maar dus bedankt voor het kijken, dus abonneer alweer, en like. En zet eens in de comments wat fout of goed is, zeg het maar. En volg me op Insta. Diefke, -023. Hoi hoi.